een rapport wat er niet om ligt, maar dan toch die emoties vanwege het uitlekken, het niet kunnen vertrouwen van elkaar. Nu zeg je net, van ik heb wel een idee wie gelekt heeft. Wat doet dat met die band en ja, wat voor consequenties gaat dat hebben? Nou, ik denk, dat moet ik bewoorden, is natuurlijk zorgvuldig kiezen, hè, als het hierover gaat. Het gaat natuurlijk over mensen. Maar om te beginnen, het grootste probleem is dat we met z'n allen nu aan het praten zijn over het uitlekken en niet over de aanbevelingen uit het rapport. Dat is het grootste probleem. En over een gebrek aan vertrouwen binnen precies, de PSV-familie. Precies. Hè, dus dat is het grootste probleem. En dan is het ook nog zo dat het iemand is, het gaat niet alleen over dat je extra kritiek aan rapporten uitlekt, maar die club spreekt met elkaar af, wij brengen niks naar buiten, we gaan de krant niet in, geven geen commentaar, laat staan dat we het rapport uit laten lekken. Nou, Pieter van der Hogeband is daar duidelijk in geweest, die heeft gezegd, ik betreur het zeer, afspraken zijn geschonden. En hij heeft ook gezegd, het beeld wat nu geschetst wordt herken ik op geen enkele manier. Dus ook dat Forum heeft dit niet gewild. Het Forum ziet nu gebeuren precies waarom we met z'n allen gekozen hadden, maar één deel van het rapport naar buiten te brengen, namelijk het deel waar het om gaat. En nu zitten we met z'n allen dus te praten over het verleden. Het lijkt het wel juist met z'n allen willen praten over clubcultuur. Hoe gaan we verder? Wat is het actieplan? Enzovoort. Ja, wat zijn de consequenties voor diegene die het gelekt heeft? Want je weet wie het is. Ja, maar weten en bewijzen is twee. Hè? Dus als wij zeker zouden weten, dan zouden maatregelen vergaand zijn. In dit land het recht, als je niet kunt bewijzen. Maar zoals? Justitie wellicht? Nee, ik denk dat het dat te ver gaat. Hè. Maar ik denk straks, geloof ik, bij de vragen voor iemand voor de grappen stadionverbod. Maar wat mij betreft zou die absoluut niet, ja, niet dus meer welkom zijn. Als een van die 12 forumleden binnenkort niet meer bij PSV tegenkomt, dan zou dat wel eens degene kunnen zijn. Dat zijn, hoe zeg je dat netjes, dat zijn jouw woorden. Ja.